Ja, dag beste kijkers, dit is Wim Danhof, hoofdredacteur van MediaFax hier in Austin bij South by Southwest, een groot, enorm groot mediafestival. Ik wil alvast, naast alle berichten die MediaFax op haar website publiceert, wat dingen noemen die me hier opvallen nadat ik heel veel sessies inmiddels heb bezocht. En daarvoor heb ik even een speakbriefje meegenomen. Wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat podcasting en nog meer livestreaming, dat echt enorme groei segmenten zijn binnen media. Zeker het livestreamen, daar zijn heel veel voorbeelden van. Als je kijkt naar Facebook bijvoorbeeld, Facebook live video's, die worden 3 keer zoveel bekeken als alle andere content op Facebook. Waardoor Facebook ook in zijn algoritme heeft bepaald dat die hoger uitkomen. Dus een andere is natuurlijk Periscope en ook YouTube Live wordt steeds meer gebruikt. Bij YouTube Live kun je, als het om livestreamen aankomt, vanuit 6 camera standpunten reporting doen. En dan kan de kijker zelf bepalen welke camera hij wil kiezen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Goed, dat is over podcasting livestreaming. Dat is trend 1. Trend 2. Uitgevers die voor eigen gebruik bepaalde systemen ontwikkelen, bijvoorbeeld content management systemen of nieuwe displayformaten voor display advertising, die vervolgens ook gaan syndiceren of licenseren richting andere uitgevers of richting de advertentiewereld, zeg maar. Het is eigenlijk een soort nieuw businessmodel. Dat zie je bij de Washington Post, die haar CMS inmiddels ook verkoopt aan andere uitgevers of licenseert. Dat zie je ook bij Volksmedia, een jong mediabedrijf, dat haar displayproduct voor display advertising ook verkoopt aan andere publishers. Nou, daar hebben we meer voorbeelden van gezien tijdens South by Southwest. Dus technologie die door uitgevers voor eigen gebruik wordt ontwikkeld en vervolgens ook wordt doorverkocht. Een derde trend, ja goed, adblocking, dat blijft de gemoederen bezighouden. We hadden net een sessie over Adblockageddon of Adblockageddon. Als je ziet hoe snel dat blijft groeien, het gebruik van adblockers. Nou, dat in combinatie met de digitale advertentiefraude die enorm is, ja, dan zie je dat daar een enorme druk is op het hele display advertising veld. Dat drijft adverteerders eigenlijk richting nog meer native advertising, dus adverteren door het vertellen van verhalen. Heel veel succesvolle uitgeverijen die gebruiken hun eigen creatieve teams om native advertising te organiseren in opdracht van adverteerders om dat zelf te maken, zodat ze ook verhalen dan kunnen uitdragen die goed passen bij de verhalen van hun eigen redactionele afdeling, van hun redacteuren. Nou kun je zeggen, ja, nou goed, als iedereen nu richting native gaat, dan ontstaat daar weer het probleem dat er steeds meer native content komt, waardoor die content weer minder op gaat vallen. Nou, wat blijkt dan, en dat is ook een rode draad van South by Southwest wat mij betreft, is dat sterke merken, het aanhaken als uitgever, als adverteerder, zeg maar, bij de echt sterke merken, dat dan het verschil maakt. Dus Fox Media doet dat bijvoorbeeld heel goed. Advertenties op Fox Media die doen het gewoon heel goed. Worden veel bekeken. Worden net zoveel bekeken als de redactionele content. Is ook net zo goed als de redactionele content. En Fox doet dat dan dus ook zelf via eigen creatieve team. Maar het opvallen met native content wordt steeds moeilijker in de toekomst. Omdat er steeds meer native content bij komt. Nou, dan een laatste punt. Dus inderdaad, sterke merken worden steeds belangrijker en dat lijkt een beetje in tegenspraak met het feit dat social publishing steeds meer toeneemt. Als je ziet bij BuzzFeed, 95% van de content wordt gelezen op Facebook en andere sociale kanalen en maar 5% in de home-omgeving. Nou, laatste note, Jim Bankoff, de CEO van Vox Media, die zei gisteren in een interview, het is een enorme uitdaging om enerzijds al die sociale platformen uit te geven, Facebook, Snapchat, en met respect voor elk sociale platform, want elk sociale platform vraagt om zijn eigen manier van storytelling, en om dwars door al die platformen heen en in je eigen home-omgeving toch één merkidentiteit te blijven uitdragen in je verhaal. Nou, dat is een balansoefening waar ze mee worstelen en waar ze mee bezig blijven. Tot zover via dit mediumtype. Mijn bevindingen van South by Southwest. Voor de rest zou ik zeggen, bekijk de website mediafax.nl voor meer verhalen. Dankjewel.